Seasonic. De beste voedingen volgens toonaangevende techsites in heel Europa, waaronder hardware.info. Vandaag, wat mag je verwachten van AMD's nieuwste processor voor minder dan 60 euro? Welkom bij Hardware Info TV. We waren de merknaam alweer bijna vergeten. AMD Athlon. Vroeger waren het de meest snelle processors van AMD. Sinds kort hebben ze een nieuwe processor, een echt budgetmodel, en die luistert ook weer naar die naam. De Athlon 200 GE. We hebben hem uitgebreid getest. Laten we beginnen bij de prijs. Nog geen 16'tjes. Ja, precies. De goedkoopste prijs in de prijsvergelijking op dit moment is zo'n 57, 58 euro. Dat is ook een prijssegment waar AMD met hun Ryzen CPU's tot nu toe niet in zat. Ja. Ja, ze vonden het denk ik hoog tijd om tegenover die Celeron en die Pentium ook wat te zetten. Nou, dat hebben ze dus gedaan met die Athlon 200 GE. Ja. En in feite is dit gewoon qua chip wat erin zit, is dit een zwaar afgedankte Raven Ridge chip. Die we eerder zijn tegengekomen in de Ryzen 5 2400G en de Ryzen 3 2200G. Want dat is een belangrijk ding. Het ding heet Athlon, maar heeft verder helemaal niks van doen met de Athlon chips van voorheen. Nee. Het is intern gewoon een Ryzen met heel veel dingen uitgeschakeld. En gaat dus ook gewoon op de moederborden zoals we die van Ryzen kennen. Ja. Sterker nog, het ding heeft ook het Ryzen logo en de naam Athlon staat ook in het Ryzen lettertype geschreven. Het is een gecastreerde Ryzen. Ja, dus ergens wordt inderdaad suggestie wel gewekt dat het iets met Ryzen te maken heeft. En het zijn inderdaad, je zei het ook al, die CPU-cores, het zijn gewoon de Zen-cores die we daarvan gewend zijn. Nou is het op dit model, het is wel echt een budgetmodel, dat zien we verder ook aan de specificaties. De kloksnelheid is niet zo heel spannend, 3,2 GHz. Dat doen die andere chips toch net even wat beter. Ja. En we zien ook dat deze CPU geen turbokloksnelheid heeft meegekregen. Dus met die 3,2 GHz moet je het op die twee cores en vier threads moet je ermee doen. Ja, en twee cores is natuurlijk al minder dan iedere Ryzen die je kunt bedenken. Het zijn allemaal quad of 8-core, hier maar twee. Precies, tot dusver was ook quad-core het minimale wat je met Ryzen aankon. Ja. En dan moeten we er ook nog even bij zeggen dat die turbofunctionaliteit zit er dus niet op. Maar wat AMD ook nog gedaan heeft met deze chip is het overklokken uitschakeld. Dus die multiplier zit op slot. Ja. Je kunt met alle Ryzen chips kun je rustig gaan overklokken. Dat is ook een statement wat AMD ten tijde van de lancering van Ryzen gemaakt heeft. Alle Ryzen chips kun je overklokken. Ja, dat is een beetje verwarrend. Wat is hier dan mee aan de hand? Maar ja, dat is dus het addertje onder het gras. Precies die naamgeving, want dit is geen Ryzen chip, maar een Athlon. Ja, en alsof dat nog niet genoeg was, hebben ze ook nog de maximale geheugenklokfrequentie wat teruggebracht. Officieel doen de Ryzens DDR4 2933. Ja. Deze doet DDR4 2667. Ja. Nou, dat voor wat betreft de CPU-cores. Dan staan de Ryzen 3's, die Raven Ridge processor, natuurlijk ook bekend om dat er een relatief snelle Vega gebaseerde videokaart in zit. Hier ook, die Vega videokaart zit erin, want onderliggend is het dezelfde chip. Maar daar is AMD ook gaan kijken, wat kunnen we allemaal uitschakelen. Ja, en in die volledig ingeschakelde chip hebben we het dan over 11 compute units, die allemaal zijn ingeschakeld op die Ryzen 5 2400G. Ja. In dit geval, die Athlon 200 GE, die houdt er maar 3 over. Dus 3 van de 11. 3 van de 11, dus bijna 3/4 van die hele GPU is uitschakeld. Dus er blijft vrijwel niks over. En alsof dat nog niet erg genoeg is, om het maar even te chargeren, is de kloksnelheid ook verlaagd. Die komt uit op 1000 MHz, dus 1 GHz, waar dat topmodel 1250 MHz draait. Ja. Ook weer wat lager. En ook over die GPU hebben we helaas moeten concluderen, die kun je ook niet overklokken. Ja. Nu heeft die Raven Ridge chip zo'n 5 miljard transistors. En ik zei voor de grap, als je twee cores uitschakelt en bijna de hele videokaart een keer blij zijn, als je nog 1,5 miljard werkende transistors overhoudt, dat valt uiteindelijk nog wel mee. We hebben het een beetje in beeld proberen te brengen. Dit is die hele processor. CCX0, dat zijn de processorcores. Vega is de GPU. De display engine die zit er natuurlijk in. De geheugencontroller, dat moet allemaal blijven. En voor de rest wat periferie eromheen. Dit is eigenlijk wat is weggehaald. Ja, precies. Dus dan zie je dat exact die helft van die CPU mist. En het merendeel van die GPU. Maar in het totaalplaatje komt het wat minder dramatisch over dan de specificaties doen vermoeden. Ja, overigens voordat mensen gaan reageren. Dit klopt niet. Uiteraard is het niet dat precies dit gedeelte weggehaald. dit percentage van dat onderdeel is uitgeschakeld. Ja. All right. AMD heeft hier dus een processor mee van tussen de 50 en de 60 euro. Heeft hiermee eigenlijk een concurrent voor de Celerons en de Pentiums, waar we ze een tijd geleden al over hadden van Intel. We gaan dadelijk kijken naar de testresultaten. Maar voordat we gaan doen, toch belangrijk om vast te stellen. Intel kampt natuurlijk met die productieproblemen waardoor de prijzen van al die processors flink omhoog zijn gegaan. Ja. Dat geldt ook voor de Celerons en de Pentiums, waardoor dit ding eigenlijk geen concurrent meer heeft. Nee, de oorspronkelijke concurrent in de slides die ze als perskit uitsturen,
sturen voor deze CPU, zetten ze deze ook tegenover die Pentium G4560 en G5400. Ja. Nou, die laatste chip die was ooit nog €65, daarvoor kon je hem echt kopen. Ja. Nu kruipt hij richting de €90. Ja, dat zit al echt in het territorium van die Ryzen 3 2200G. Ja. Dus deze CPU is een beetje zijn oorspronkelijke concurrent verloren qua prijs. Ja, ja maar oorspronkelijk was hij daar wel voor bedoeld. Voordat we naar de testresultaten gaan kijken, eerst een beetje nadenken over waar zou je zo'n chip voor kunnen gebruiken. Want we zullen daar zien, dit is geen streeptrekker op geen enkel vlak, ook niet qua gaming en zo. Dus mensen komen al snel aan van ja, een beetje een simpel pc'tje voor wat office werk of een simpel thuisservertje. Of, ik zou bijna zeggen terug van weg geweest, een energiezuinige HT-pc. Dat zou functioneel kunnen, want we hebben ook nog even gekeken naar wat voor videoformaten dit ding allemaal kan verwerken. Ja, en dat VGA-GPU'tje wat hierin zit, of wat er dan van over is gebleven, dat heeft gewoon nog diezelfde ondersteuning wat die grotere modellen ook hebben. Ja. We hebben dus even gedraaid, even bekeken wat die GPU hardwarematig kan draaien. Nou, dat zijn best veel dingen die ook, ook in 4K-resolutie gewoon hardwarematig kan afhandelen. Ja. Hij kan zelfs H265 met 10-bit kan die in 4K-resolutie moeiteloos afspelen. Ja. Dus ja, voor het geld heb je dan op zich best, kun je best een leuke HT-PC samenstellen als je met dat apparaat vervolgens ook nog per se andere taken wil doen en op een of andere manier Word en Excel op je bank voor je tv wil gaan doen. Dat is je pure media gaat een keer beter een Nvidia Shield of een andere mediaspeler kopen. Precies. Ja. Wij gaan kijken naar de testresultaten in alle grafieken. Twee Intel processors, blauw die Pentium G5400 waar we het over hadden, maar ook de Core i3, eigenlijk de instapper van de Core processors. Een groen balkje is de instap Ryzen, de eerste echte Ryzen, dus de Ryzen 3 2200G. En het rode balkje, dat is de processor waar het vandaag om gaat, dat is dus die AMD Athlon 200GE. Ja. We beginnen even bij eigenlijk de bekendste, meest gebruikte CPU benchmark, Cinebench. Zo'n processor als dit zul je nooit gaan gebruiken voor 3D rendering. Ja. Maar de benchmark laat wel een mooi verschil zien tussen single-threaded en multi-threaded prestaties. Ja, en in die single-threaded prestaties zien we dat die 3,2 GHz van die Athlon, dat geen zoden aan de dijk zet. Dus die lage kloksnelheid zorgt ervoor dat hij in single-threaded prestaties vrij beperkt is. Ja. Het voordeel heeft hij dan gelukkig nog wel dat hij dus twee cores en hyperthreading heeft, of SMT dan, om op vier threads uit te komen. Maar ook daar zien we dat die G5400 door zijn hogere kloksnelheid in die multi-threaded benchmark toch net wat hoger uitkomt, want die heeft ook twee cores en vier threads. Ja, toch allebei de hekkensluiter. Wat andere CPU benchmarks. Linksboven Microsoft Word, hoe lang duurde het om 10 pagina's in PDF om te zetten. Rechtsboven 7-zip. Linksonder een JavaScript benchmark in een browser. Rechtsonder AIDA encryptie benchmark. We kunnen het allemaal los bespreken. We kunnen ook concluderen als je zo een beetje naar het rijtje kijkt. Het is echt duidelijk lager dan gemiddeld. En over het algemeen toch ook echt duidelijk langzamer dan de Ryzen 3. Ja, ja, dus qua prijs-prestatieverhouding zien we hier inderdaad hier geen opvallende zaak. Want ja, hij is ook een stuk minder duur dan die 2200G. Het is gewoon echt het goedkoopste chipje wat je nu voor AM4 kunt kopen. Ja. Maar inderdaad, de resultaten zijn er ook naar. De enige uitzondering is hier rechtsonder, om hem toch nog even te noemen. Waarom eindigt die CPU nou op de tweede plaats? Dat heeft ermee te maken dat die Athlon AVX-ondersteuning heeft. Ja. En die hash benchmark van AIDA die maakt er gebruik van. Dus daarom eindigt hij zo hoog. Ja, en dat doen de Intels niet. Maar succes om normale software te vinden die nu al vol gas AVX gebruikt. Ja. Dan gaming. Dat is natuurlijk traditiegetouw waar AMD met de geïntegreerde graphics een stuk beter is dan Intel. Je hoeft alleen maar naar de bovenste twee grafieken te kijken. Het groene balkje van de Ryzen 3 is onmogelijk veel langer dan de blauwe balkjes van de Core i3 en zeker dan de Pentium. Ja. Maar het rode balkje van deze Athlon, dat lijkt bijna een Intel processor. Ja, er zit ergens geen magie in, want die Vega chip die erop zit, op de Raven Ridge nogmaals, heeft hij dus volledig ingeschakeld 11 compute units. Ja. Bij een 2200G is daar driekwart van ingeschakeld en dan kom je op deze prestatie uit. Bij die Athlon is er driekwart van uitgeschakeld en dan blijft er gewoon niet zoveel over. Ja. En dan zie je dat dat AMD Vega GPU'tje kan geen wonderen verrichten. En in een paar benchmarks, ja, 32 fps in Dota 2 ten opzichte van net geen 28 voor die 8100. Ja. Het is wel wat hoger. Je moet wel een beetje zeggen, het is een beetje Core i3-achtig niveau. Het blijft wel beter dan zo'n Pentium. Ja, ja. Het is zeg maar, dit is langzaam en die Pentium is heel erg langzaam. Ja, het zijn gewoon de prestaties gecombineerd
van de CPU van een Pentium, inderdaad de iGPU van een 8100. Ja. Ja. Ten slotte dan nog even het stroomverbruik. Want als je natuurlijk een groot deel van de chip uitschakelt, moet het verbruik natuurlijk een stuk lager zijn. Ja, en dat is dan gelukkig wel zo. Dat bevestigt toch maar weer dat natuurkundig ook klopt. Ja. In de idlebelasting zien we dat er... binnen de foutmarge zit er dus geen verschil tussen die 2200G en die 2200G en de Athlon 200G. Ja. Dat is dan wel weer een beetje opvallend dat de AMD dus dat idleverbruik niet verder kan terugdringen. Ja. Als er meer is uitgeschakeld in die chip. Ja, vermoedelijk schakelen ze natuurlijk standaard in idle heel veel uit wat wel geactiveerd kan worden. Ja, ja. Ja precies. Ja. En onder belasting is het gewoon een behoorlijk zuinige CPU. Het opgegeven TDP hiervan is 35 watt. Ja. Hij doet de helft ervan. Precies. En dat koelertje wat erbij zit zou ook voldoende zijn om dit te koelen. Wat moeten we hier nou mee? Ik wil heel eerlijk, HTPC, dat kun je over praten. Ik denk zelf van met alle nieuwe standaarden HDR en hoe dat ingewikkeld dat allemaal op de PC werkt. Koop lekker een Nvidia Shield of een andere high-end mediaspeler en je bent vermoedelijk blijer af. Ja. Welk gebruiksdoel zien we dan nog voor zo'n processor op dit prijspunt? Ja, echt ik zou zeggen de ultieme instap huistuin- en keuken-PC die je voor je oom en tante of voor je oma samenstelt. Die met jou wil kunnen e-mailen en een website wil kunnen bezoeken waar niks meer nodig is. Een andere doelgroep is misschien echt de tieners die hun eerste PC gaan samenstellen. Maar ook daarvan kun je zeggen, wil je samen Fortnite of PUBG met je klasgenoten gaan spelen? Loop die krantenwijk nog even extra harder door en ga voor die 2200G als instapper. Dan wil je echt een Ryzen 3 hebben. Ja, dat is echt instapper. En dit doet het dan net niet. Het is heel tof dat die FreeSync ondersteuning erin zit. Ja. En dat die hardwarematig al die codecs ondersteunt. Ja. Heel goed, maar het zet niet... En als geld dus een issue is en hoe goed goedkoper, hoe beter, dan moeten we wel zeggen, los van het feit dat die goedkoper is dan de Pentium, dan het Intel alternatief, zelfs als die prijzen gelijk waren, had AMD wel het betere aanbod? Ja, in het totaalplaatje wel. Dat heeft dan ook weer te maken met het AM4 ecosysteem, om het maar zo even te noemen. Daar zit gewoon nog veel meer schot in de zaak dan bij socket 1151 waar Intel op zit. Ja. Daar kun je wel upgraden naar supersnelle CPU's die nu uit zijn. Van Ryzen weten we op AM4, daar gaan de komende generaties nog CPU's voor uitkomen. Dus in het upgrade-pad kun je hiermee beginnen op, het beste dan op een B450 moederbord. Omdat je dan de CPU die je hierna waarvoor je dan kunt gaan sparen, kun je dan ook weer overklokken. Maar dan koop je dus een behoorlijk goedkope CPU met dan een duurder moederbord. Ja. Daar moet je eventjes rekening mee houden en een soort van lange termijn planning doen. En dan ook vanuit gaan dat je dat iGPU'tje later aan de kant kunt zetten en een losse videokaart kunt toevoegen. Dus daar valt wel wat voor te zeggen. Maar dan moet je dus eerst wel even accepteren dat je beperkte prestaties hebt. Het is natuurlijk ook een goedkoop ding. Nog geen 60 euro. Maar... genoeg om over na te denken. En ik zou zeggen, als je erover na gaat denken en je wil het allemaal nog eens een keer teruglezen. Ja. Uitgebreide review van deze 200GE staat inmiddels op de site. Link daarna vind je bij de beschrijving van deze video. Dit was Hardware Info TV voor vandaag. Wij zijn er op iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.